Op zaterdag 9 april 2011 was er een groot scouting-evenement genaamd Orange 2011 Guiding Scouting Day in Zevenkenniscentrum Oosterland. Wij laten hier namens Orange 2011 zien hoe waterscouting is aan onze rijke gevers, zeg maar. Ja, en wat houdt dat in Orange 2011? Orange 2011 is een evenement van 4 dagen waar waar 2 wereldfondsen die doneren aan scouting wordt laten zien hoe scouting is in Nederland en hoe Nederland is. Dus ze hebben bijvoorbeeld een tour gehad door Den Haag en aantal tours door heel Nederland. En vandaag laten we zien hoe scouting in Nederland gedaan wordt en hoe dat eraan toe gaat. Ja, en wat voor mensen zijn hier nou in Brielen onder andere? Nou, hier in Brielen en de andere 3 tours zijn mensen die vaak geld geven aan de scoutingfondsen, waar dan weer in vooral arme landen geld wordt gegeven om projecten te steunen, om daar de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. En zo hun ook een betere positie geven in de maatschappij, net zoals dat we hier met scouting in Nederland doen. Ja, want kan je een beetje uitleggen, wat doen jullie hier bij deze scouting? Nou, hier laten we dus duidelijk zien wat waterscouting is. En scouts die aan waterscouting doen, die leren zeilen en onderhoud van boten. En die gaan dus ook op kampen met grote wachtschepen. Dat zijn hele grote moederschepen waar ze ook een opkomst op hebben. En dus ook echt onderhoud en dat soort dingen. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to soup along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some. De Orange 2011 Guiding Scouting Day duurde in totaal 4 dagen. En op de ene laatste dag bracht een belangrijke scoutingdelegatie ook een bezoek aan de 7 kenners in Brielen. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. And no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like his pocket. Wears her hair like it's a crown. She sees straight through all its cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. There's no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the king. For the king, no mercy for no soldiers. No mercy for no king, no mercy. Oh, no mercy. No mercy for the soldiers. Van welke scoutinggroep zijn jullie? Hellevoet! BVA! Ja, want wat is zo'n dag als vandaag? Vinden jullie dat nou leuk? Of vinden jullie, is dat echt een uitje voor jullie? Het is hartstikke grappig om te doen, omdat je het normaal niet echt meemaakt. Ja, want je moet nu Engels praten. Zijn jullie een beetje goed in Engels? Nee. Ja, eigenlijk. Jij wel? Ja, zij ook. Jullie zijn de 2 Engelse dames. Ja. Oh. En was je dan niet eigenlijk een beetje jaloers dat je eigenlijk dacht van, ik wil eigenlijk ook wel met die mensen praten? Nee, want ik ben bang dat ik het verpruts. Maar zo'n dag als vandaag, dat vinden jullie dus ook allemaal wel leuk? Ja, het is hartstikke leuk. Zeker omdat je gewoon mensen uit andere landen ontmoet, zeg maar. Ja, want weten jullie waar al deze mensen allemaal vandaan komen? Ja, wij hadden toch Keentje. Japan en IJsland hadden wij. Ja, nee, wij hadden Zweden. Nee, IJsland, Zweden. Schotland. Ja. Eigenlijk dus over de hele wereld. Ja. Zijn jullie in al die landen ook wel eens geweest? Of, nee. Nee? Maar zo dag als vandaag, jullie zijn dan nu in Brielen. Willen jullie dat niet stiekem eigenlijk dat dit soort dingen ook in Hellevoet kunnen? Nou, eigenlijk niet. Nou ja, we hebben in Hellevoet niet zo'n
ja, we hebben niet zo'n goede vaargelegenheden daar. Het kan wel, maar het is daar iets wilder, het water. Dus. Maar vinden jullie dat erg of niet? Nee, het is leuk om hier elke keer heen te gaan. Hier hebben ze dus, ons. Ja, inderdaad.